De houding van Mark-Marie Huibrechts in de woke-discussie zorgt voor ergernis bij Guido den Aantrekker. De hoofdredacteur van Story hekelt met name de sneer die de comediant heeft uitgedeeld aan Johan Derksen. De vandaag een sitester is volgens Mark-Marie namelijk een wit heteromannetje dat emotioneel gehandicapt is. Guido vindt Mark-Marie een enorme mislukking. Waarom maken we een onbeduidend piepkuiken zo belangrijk? Who cares wat Huibrechts ervan vindt? Hij is niet Nederland, hij is een meelijwekkend, driftig rondfladderend circusvogeltje, twittert de blademaker onverbiddelijk. Deze tweet van Guido heeft behoorlijk wat losgemaakt. Hij kan niet alleen rekenen op meer dan 500 likes, maar ook op wel bijna 100 retweets. Mark-Marie heeft in zijn podcast elke week een rubriek waarin hij een roddelblad doorneemt en de privé was ditmaal geen optie. De privé gaat deze week helemaal over koningin Elisabeth. Het is de koningin van Engeland en niet onze koningin. Ik vind de aandacht daarvoor wel een beetje overdreven als ik heel eerlijk ben. Daarom dacht hij aan Guido's story. Toen dacht ik, weet je wat leuk is? Dan ga ik de story doen. Want de story is van Guido den Optrekker en het is mij opgevallen dat Guido deze week op de woke-agenda is geklommen. Op Twitter had hij iets heel naars over mij gezegd, weer over dat hele gedoe met Gert Verhulst en dat woke en zo. Wat vindt Mark-Marie ervan dat Guido hem een circusvogeltje noemt? Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat zijn scheldwoord wel superleuk was. Hij noemde mij een driftig rondfladderend circusvogeltje. En een circusvogeltje vind ik hartstikke lief. Hij vervolgt, ik stel me voor dat dat zo'n vogeltje is dat boven in de tent fladdert en als er dan een voorstelling is, dan gaat hij net langs de olifant. De olifant kent ook het circusvogeltje, dus iedereen is heel erg vriendelijk tegen hem. Het circusvogeltje is hartstikke leuk. Mark-Marie vervolgt, ik heb natuurlijk superveel respect voor Guido den Optrekker, want hij doet heel goed werk natuurlijk bij de story en bij shownieuws. Hij heeft twee verschillende banen die hij echt hartstikke goed doet. Dus ik dacht, weet je wat, dan koop ik de story deze week. Toch heeft Story de podcast van Mark-Marie niet gehaald. Ik stond zo in de winkel de story door te kijken en daar stond niks in. Ja, weer Elisabeth natuurlijk, maar verder denk ik niet dat Guido den Optrekker deze week heel veel op kantoor is geweest. Ik dacht daarom, weet je wat, dan doe ik de weekend.
Thank you.